Het is van groot belang om de eigen geschiedenis vast te leggen, vertelde politiek analist Hardeo Ramadin gisteren bij een presentatie van zijn boek 75 jaar VHP in politiek Suriname. De analist geeft aan dat er vaak gesproken wordt over het verleden zonder dat mensen de juiste kennis van zaken hebben. Iedereen wil over de politiek praten, maar meestal gooien ze alles door elkaar. En toen dacht ik, weet je, ik ben een aantal jaren, heb een aantal boeken geschreven over de reisbouw, over de geschiedenis van die keer. Daar heb ik mijn carrière afgesloten in 2004, toen ik 60 werd. En dit boek ben ik al een tijdje bezig, de Hindustanse, dus 75 jaar in politiek Suriname. Maar van deze 75 jaren heeft de VHP nauwelijks 31 jaar of 34 jaar in de politiek, in het machtscentrum gezeten. De rest, de oppositie of de militaire periode of de telefooncoup, je kunt alles hierin vinden. De analist onderstreept dat het goed is dat individuen de geschiedenis van hun land bestuderen, omdat het verleden invloed heeft op het heden. Vooral de ontwikkelingen met betrekking tot de veranderingen van het kiesstelsel moeten worden gevolgd, meent Ramadin. Dat is heel belangrijk. Mensen willen over deze dingen niet praten. Ik ben geograaf, de demografie is een van mijn onderdelen. En ik hou dit goed in de gaten. Wanneer we praten over tribale samenlevingen, die mannen zijn. Maar ons in Paramaribo 38, de laatste voorstelling van Vivas, ik wil mijn officiële cijfers hoor. Wandika, Nikeri, Koroni, Saramaka, Kowena, totaal 63.109, dat is 2012 voorstelling van Vivas. Binnenland komt er op 54.000, dat is 48%. 117.000, dus 53% van de gemeenschap, bijna 54. Gewoon niet in tribale samenleving, niet in dorpsgemeenschap, geen Galaman, Kapitan, Bachar, Chapi en Paramaribo. Ramadin geeft verder aan dat er meer over de Surinaamse historie gesproken moet worden. De rijkdom van Suriname is juist verborgen in hetgeen waarover er niet wordt gesproken.